Algen en planten zijn niet hetzelfde. Planten zijn meercellig en hun cellen differentiëren en vormen wortels, bladeren, stengels en een vasculair systeem. Algen hebben een totaal andere cellulaire organisatie. Ook hebben ze een grotere variëteit qua vormen en afmetingen in vergelijking met planten. Tot op heden zijn er meer dan 50.000 algensoorten wetenschappelijk beschreven. Laten we eens kijken hoe divers micro- en macroalgen zijn. Een goed gekend consortia van microalgen is het fytoplankton. Fytoplankton vormt de basis van de voedselketen in onze oceaan. Daar produceren ze, door middel van fotosynthese, een groot deel van de zuurstof die we ademen. Op heden zijn de grootste producenten van zuurstof in de oceaan de diatomeeën. Diatomeeën zijn ook de meest soortenrijke groep microalgen en zijn makkelijk te herkennen door de aanwezigheid van silica in hun celwanden. Coccolithophoren zijn aan de buitenkant bedekt met kalkplaten. Hun kalkskeletjes worden gedurende miljoenen jaren gecompacteerd tot krijt. Afzetting van vele lagen van deze kalkskeletjes creëerde onder andere de White Cliffs of Dover. Dinoflagellaten hebben twee flagellen. Dit zijn lange, haarachtige structuren waarmee de cellen zich voortbewegen. Sommige dinoflagellaten stralen blauw fluoriserend licht uit. De allereerste levensvormen op aarde die zuurstof vrijgaven, waren de cyanobacteriën of blauwgroene algen. Aardolie en aardgas werden gevormd uit de prehistorische overblijfselen van algen uit zee. Deze fossielen vormden koolstofrijke stoffen waar we nu dagelijks op vertrouwen als brandstof. In vergelijking met microalgen kunnen macroalgen echt supergroot zijn. De grootste macroalgen meten tot meer dan 45 meter lang. We kunnen macroalgen eten, zoals de rode algen in deze heerlijke sushirol. Groene algen, zoals zeesla, zijn een gezond alternatief voor traditionele groenten. Chlorella-soorten staan bekend om een hoge voedingswaarde en worden dan ook superfood genoemd. Vandaag blijven algen de meest talrijke en diverse eukaryoten op onze planeet. Ze passen zich gemakkelijk aan elke omgeving aan, van extreme kou tot een verpletterende hitte en zelfs aan de meest zoute omstandigheden. Algen worden niet enkel in vloeibaar water met gematigde temperatuur gevonden. Ze komen voor in sneeuw, bodem, warmwaterbronnen, lucht, grotten, rotsen, bomen, dierharen. Algen zijn van vitaal belang voor het leven op aarde. Ze produceren zuurstof. Ze vormen het belangrijkste voedsel voor het leven in zee en in het zoet water. We creëren energie met de overblijfselen van hun voorouders. Ze vormen zelfs enkele van onze kustlijnen. Algen zijn verantwoordelijk voor het begin van het leven op onze planeet en kunnen de sleutel zijn tot ons voortbestaan. Dus de volgende keer als je wat groen spul aan de rotsen ziet kleven of verstrikt raakt in slijmerig zeewier, zeg dan niet eeuw. Haal diep adem en zeg: bedankt, algen.